huis, jouw huis. Hij was de gast, goede gast. Er is maar één baas. Kom maar, Murray, kom maar. In het weltergewicht contender tournament. Zoals we wel zien, de reach ligt iets in het voordeel van Wurt de Groenhart. En ook qua lengte heeft hij daar zijn voordeel mee. Once again, ladies and gentlemen, this contender tournament final is scheduled for 3 3-minute rounds. Introducing first, fighting out of the black corner, he now runs his professional record to 62 wins with 7 losses, 45 big wins by knockout. Standing 5 feet 10 inches tall, 1.78 meters. He weighed in at fight time at an even 169 pounds, 76.6 kilos. Back tonight, fighting out of Switzerland, here is Johan Kangolo. His opponent fighting out of the white corner now has a professional record of 61 wins with 22 losses, 3 bouts scored even, and 35 big knockouts. Standing 6 feet 1 inch tall, 1.85 meters, he weighed in at fight time at an even 168 pounds, 76.3 kilos. Fighting tonight out of the Netherlands, please welcome back Mertel, the Predator, Groenhart. And your referee in charge of this bout, Tobias Gerald. Johan. Mertel. Gentlemen, this is 3 rounds in the Glory Contender Tournament of the World Weight Division. So, you know the rules, so respect my commands at all times, protect yourself at all times. Fight good, fight clean, fight hard, may the best man win. Any question from you, Johan? Any question from you, Mertel? Touch gloves, back to your corners. Wederzijds respect. Trainingsmaatjes, maar nu keihard in de overwinning gaan. Back to your corner. De halve finale van dit contender toernooi in weltergewicht tussen Mertel Groenhart versus Kangolo. Fight! Zo zie je hoe hard deze sport is. Je kan gewoon tegen je trainingsmaatje komen te staan in de finale. En dan gaat het er gewoon om wie wil het liefst. Ik heb zo'n spelletje moe allebei. Ja. Ze beginnen allebei heel scherp. Wisselen jabs uit. Goeie binnenkant low kick op het achterste been. Harde jab van Mertel. Hey, wat Kangolo goed doet, is zijn hoofd bewegen, waardoor hij eigenlijk een beetje de boel afleidt. Waardoor hij toch even zijn actie in kan zetten. Kijk, Mertel staat iets stugger, staat iets gespannender. Wat het voor Kangolo iets makkelijker maakt om Mertel te raken. Dus als je zag, Kangolo scoort nu al 2 keer heel netjes met die low kick. Hij leidt hem mooi bovenaf en raakt hem daarna op zijn been. Het lijkt wel alsof hij een voordeel gebruikt van het feit dat het toch iets korter is. Ja, kruipt er goed in. Ja. Oei, weer een goede double jab van Kangolo. Jab naar het lichaam. Oei, weer een goede stoot naar het lichaam. Krijgt daar wel een jab terug. Dat is het probleem, omdat Kangolo zo'n stuk kleiner is. Op het moment dat hij eruit stapt en Mertel strekt zijn arm, wordt hij weer geraakt. En een kleinere vechter moet zich altijd
proberen dicht bij de langere vechter te houden. Moet altijd invechten. Oei, de lengte niet laten gebruiken. Nee, alleen het probleem is dat als je inloopt krijg je een stoot. En als je wegstapt krijg je ook een stoot. Dus je moet bijna altijd meer dan 2 punten maken. En de tijd vliegt voorbij, want we zijn al ruim nog een minuut te gaan. In deze eerste ronde van de halve finale van de Contender toernooi in het weltergewicht. Tussen Kongolo en Groenhart. Puntjes pakken voor Kongolo, maar ook Groenhart die nu wel probeert punten te pakken. Ja, je ziet dat Myrtle iets meer echt harde acties maakt. En Kongolo, oei, die wordt daar net iets te laag geraakt. Myrtle lijkt er niet echt mee te zitten. Het is natuurlijk zwaar aftasten in deze eerste ronde, maar ze zullen natuurlijk uiteindelijk keihard voor een knock-out gaan. Ja, zeker weten. Goeie binnenkant low-kick daar. Dat zijn de duidelijke punten, hè, waar de jury naar kijkt. Goeie harde stoot. Was wel op de dekking, maar weer die achterkant binnenkant been. De laatste 10 seconden. Dat is een mooi heen en weer. Einde van de eerste ronde. En? Ja, ik vind eigenlijk dat Kongolo iets meer de wat zuivere punten scoort. Maar ja, dat dacht ik eigenlijk net van Hesti ook. Dus ik vind het moeilijk te zeggen. Kijk, het is wat je ziet bij Myrtle is dat hij de harde acties maakt. De echte impact acties. Daar kijkt de jury ook naar. Dus ja, ik vind het moeilijk. Ja, naar de volgende partij is alles mogelijk, zeg maar. Ja, zeker weten. Johan Kongolo versus Myrtle Groenhart. Deze eerste ronde van de halve finale van de Contender toernooi in het weltergewicht. Hier bij Glory 31, live vanuit de Rai Amsterdam. Lekker gevuld, veel mensen. En we gaan ons opmaken voor ronde 2. Kongolo die gelijk naar binnen van de ring loopt. Laat zien dat hij nog steeds fit is. Hongerig. Ready. Fight! Tikken weer netjes aan. En dan gaan ze weer. Kongolo gelijk weer met die double jab. Om de afstand dicht te maken. Ja, blijft er dicht op zitten. Ja, kijk, je ziet iedere keer dat hij met die dubbele links stoot. Instapt. Kijk, dan moet hij oppassen dat niet Myrtle kan counteren met die rechtse overhand. Het lijkt een beetje alsof Myrtle niet helemaal in zijn spel komt. Door dat feit dat Kongolo dichterop zit. Ja, dat blijft toch heel lastig. En eigenlijk op het moment dat Myrtle dat door heeft, moet hij eigenlijk gewoon blijven staan en mee achteruit boksen. Kijk, precies wat hij nu deed. Waarschijnlijk hoorde hij niet meer. Kijk, weer netjes. Hij stapt achteruit. En dan heeft hij de ruimte om die low kick te maken. Op het moment dat hij blijft staan, heeft hij geen ruimte om te trappen. Goeie binnenkant low. Kijk. Goeie nette hoge trap. Dan komen de knietjes weer. Heerlijk het geklets op de lijf. Dat je denkt van, waar was hij op die klets? Kongolo is klein, maar blijft wel staan. Je ziet dat het wel een echte stugge vechter is. Ja, kleine pin. Goede stoot naar het lichaam. En dat kost toch energie. Want je zag wat Kongolo goed deed. Instappen, uitstappen. Mooie combo's. Ja. Blijft goed dichtbij. Blijft goed de druk houden op Myrtle. Stad nu. Stond rechts voor. Draaide weer terug naar links voor. En dat maakt het heel verwarrend voor de tegenstander. Dan weet je op een gegeven moment niet meer van welke kant het komt. Je ziet ook echt dat hij het Groenland ook echt lastig maakt. Ja. Oh. En weer drukken, weer het. Ik heb het gevoel dat Myrtle een beetje leeg aan het worden. Een beetje leeg gaat. Want je hoort toch dat de stoten van Myrtle iets minder hard zijn dan in de eerste ronde. Nog een minuut te gaan in de tweede ronde. Die gesprongen knieën blijven gevaarlijk, hè? Ja, het kan zomaar over zijn, natuurlijk. Ja. Hoppa! Oh, met een mooie techniek. Dan gleed Kongolo even uit. Draaide Myrtle mooi weg.
Kijk, dat zijn dingen die eigenlijk niet mogen gebeuren. Je mag geen losse acties maken. Alles moet ingeleid worden. Goede lichaamstoot eraan van Kongolo. Oh. Ja, Kongolo neemt wel even de overhand. Oh, goede spinning backfist. Pas op dat hij niet open staat. Oei, kijk, daar is die knie. Daar is die knie. Zie je hoe dat er gebeurt? Hij is aangeslagen. Oh, in één keer kan het spel in één keer omgezet. In één keer kan het omdraaien. Goed ademhalen. Hij laat het doorgaan, inderdaad. En dan gaat Myrtle weer. Ja, Myrtle gaat vol nu natuurlijk. Oei, oei, oei. Dat was niet netjes. If you do it again, I will stop the fight, okay? Dat was niet netjes. Hij was wel een beetje, eerlijk is eerlijk, maar toch een beetje misschien in het heat of the moment. Ja, ja. Jeetje, wat een verrassing op het einde. Zo, echt hè. Zo zie je maar. Daar trekt Myrtle ineens die ronde naar zich toe. Ja, en dan wordt die partij ineens een stuk lastiger voor Kongolo. Heerlijk. Kijken of we hem in de herhaling terugzien. We dachten echt dat Kongolo hem wel zou pakken weer. Ja. Kijk, hier zit er vol op die knie. Kongolo zag hem niet aankomen, stapte mee achteruit. En gaf daardoor de ruimte aan Myrtle om die knie te gooien. Misschien een klein beetje ergens in de verte, een beetje overmoed. Ja, ja, misschien wel, ja. Dat is het mooie van deze sport. Je weet nooit wat er gebeurt. Nee, het blijft opletten totdat de bel gaat eigenlijk. En je ziet zelf dat je op moet letten na de bel. Zeker. En wij ook. Ja. Black corner, white corner. Ronde 3. Hopen dat Kongolo een beetje hersteld is van die knie. Die stoten naar de bel. Opschieten, zegt de scheids. Zonder onze tijd. Inderdaad, ronde 3. In deze spannende wedstrijd. Halve finale contender toernooi in het weltergewicht. Op Spike TV. Live vanuit de Rai. Glory 31. Samen hier met Rico Verhoeven. En het is spannend. Ja, zeker weten. Zeker weten. Je ziet dat Myrtle weer frisse energie hebt na die minuut. En ja, hij voelt natuurlijk dat Kongolo nog steeds niet helemaal hersteld is na die flinke knie. En hij gaat er helemaal vol voor. Maar Kongolo legt het vuur wel aan zijn schenen. Ja, hij heeft nog niet gewonnen. Nee. Oei, gevaarlijke hoge trap. Probeert over die dekking heen te komen. De lange stelte van hem. En dan gaat Myrtle ook weer druk zetten. Ja, het is nog 2 minuten. Dus zo dat Myrtle dit vol kan houden of dat hij de partij eindigt. Nou, de Predator ruikt bloed. Ja. Oh. Spinning back kick ook weer van het karate verleden van Kongolo. Ja. Kongolo moet mee blijven vechten. Hij moet nu ook voor die knockout gaan. Anders verliest hij deze partij sowieso. Dus punten scoren heeft nu geen zin meer. Nu gewoon voor de kill. What you have. Nog 1,5 minuut te gaan. Gaat die tijd toch snel? Goed voor die vechters, jammer voor ons. Ja. Voor hun duurt het 3 minuten denk ik een eeuwigheid. Dat denk ik ook, ja. Kijk, zo mooi. Kongolo blijft komen. Hij heeft zich niet gewonnen. En dat geeft aan dat die jongen gewoon echt een vechtershart heeft. Het is bijna een Rocky-partij. Oei, daar werd Myrtle goed geraakt. Myrtle heeft het lastig. Minder dan 1 minuut te gaan in deze 3e ronde. Kongolo moet blijven gaan. Hij moet er 8 tellen. Probeer te forceren voor een extra ronde. Oei, daar kwam weer die knie. Hij schudt nee. Hij schudt dat hij niet raakte. Kongolo blijft komen. Mooie achterwaartse trap. Oppassen voor de knie weer. Nog 1,5 minuut te gaan. In deze spannende wedstrijd. Oei, daar werd hij wel weer goed geraakt door Myrtle. Oh, oh, oh. Myrtle blijft ook doorgaan. Die denkt ja. Ja, super, super. Hele mooie wedstrijd. Dit is echt zo'n Rocky-partij. Oei, goede knie. Gaat echt op en neer. Nog 10 seconden te gaan. Oei, oei, oei. En ze blijven op en neer. Heen en weer. Heel mooi. Daar ligt Kongolo goed weg. Oh, wat een lekkere ronde weer, zeg. Super. Potverdikke.
Ik ben heel benieuwd. Ja, Myrtle trekt deze partij naar zich toe door die acht tellen. Ja. Dus krijgen we hoogstwaarschijnlijk weer Myrtle Groenhart tegen Nicky the Natural Holsken. We gaan er even uit. We zijn straks weer terug. Dus blijf lekker hangen hier en hou hem vooral op Spike. Tot zo. Glory 31, live vanuit de Rai in Amsterdam, hier op Spike TV. We hebben net een fantastische partij gezien van Groenhart tegen Kongolo. Spannende partij. Ja, zeker. Geen op en neer, maar ik denk wel dat Myrtle die partij door die acht tellen naar zich toe getrokken heeft. We gaan het sowieso horen wat de jury heeft besloten. Hier zien we de statistieken. Ja, Myrtle 41%. Ja, ik zeg niks meer. Nee, het zijn maar statistieken. Ja. Nee, maar net lag het wel een stuk dichter bij elkaar als dat het nu ligt. Gauw horen wat Tim te zeggen heeft. Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing, we go to the judges' scorecard. They score this bout 29-27, 29-27, 29-27. A unanimous decision, all for your winner. And now, welterweight contender, tournament champion, Myrtle Groenhart. Ja, zoals ik al zei, 29-27. Here to present the Ramon Dekkers Trophy, our Chief Executive Officer, Mr. John Franklin. En our Head of Talent Operations, Mr. Cor Hemmers. Mooie potter. Ja, zeker. Het was een hele spannende wedstrijd. Ik denk, als de Myrtle die acht tellen niet had gegeven, dan had die partij nog een stuk dichter bij elkaar gelegen. En misschien zelfs wel een extra ronde. Myrtle, congratulations on your victory. What was it like to fight a teammate and a friend? For me, it's just business in the ring. You know, I did it before in K1 finals. I fought against my teammate Artur Kishenko, and I knocked him out in the third round. For me, it's just business. We were good friends, but when we're in the ring, we have to do business because I have a little kid to, I got to make the papers. You got to buy the diapers, right? That's right, and I love the papers too. Nicky Holsten, the champion of the world. You fought him in December. You probably get another shot again. What's changed since that last fight? One thing. Nicky! I'm back, baby! Back in line! Whoa! Look forward to seeing it. Congratulations, ladies and gentlemen. One more time for Myrtle Groenhart. Yeah. Dat wordt spannend. Ja, dat wordt spannend. Nicky moest ook lachen. Ja, kijk, het is, als kampioen zijnde dan staat iedereen in de rij en wil iedereen tegen je vechten natuurlijk. Je loopt met die mooie bullseye op je rug. Je weet er alles van natuurlijk. Ik weet er alles van, ja. Heel benieuwd. We gaan het zien. Er wordt weer één grote circus als je het aan mij vraagt. Ik denk dat we weer lekker veel met modder gaan gooien. Ik hou er altijd zo van. Ja, zeker weten. Lekker hoor. Thank you, everything went good, you know. I just
they were doing in the ring, so I didn't go all the way, you know. I was looking at the fall they're making, the mistake they're making, and I react to those kind of things, you know. And they're great, even against Johan, great competitor, keep the pressure, you know. So I'm proud of myself tonight. Nice. Bye. It's open to get back in the line, so that's why I told him tonight, hey Nicky, I'm back, baby. How do you think the next fight Nicky's gonna go? Oh, it's gonna be a different fight. It's gonna be a knockdown. Did you learn anything in particular in that last fight? Is there any lesson you take away from that for the next fight? Definitely. Yes, have your patience. Wait till the guy makes a mistake because he put a lot of pressure, you know. So when the guy puts a lot of pressure, he's open on every side. So I just waited, you know, but keep on fighting with him and waiting, keep my guard up. And you saw it, the right knee, pump. I got him. And now a welterweight contender tournament champion,
Looking forward, I'm sure, to another bout with Mr. Holtzkin. Mertev Groenhart is also with us. My bro's the champ. Nicky's next. Watch it.